Goedemiddag dames en heren, welkom bij de New Generation TV. Hier hebben we als mede-collega Chris en Dr. Rom. Hoe gaat het, Dr. Rom? Ja, gaat heel goed met mij, man. Hoe gaat het met jullie? Met ons gaat het super goed. Ik ben hartstikke blij dat jij bij ons aanwezig kan zijn. Sowieso. En dat we jou kunnen gaan interviewen. Ja, ik vind het ook tof wat jullie hier zijn aan het doen. En het is gewoon een plezier om hier te zijn. Samen met jullie allemaal gewoon dit te doen. Nee, is goed om te horen, Dr. Rom. Ja, toch? Dr. Rom, ik heb jou uitgenodigd omdat wij als organisatie en jongeren in Rotterdam en Schiedam heel vaak, tenminste heel veel van jou horen. Ja. Vertel, wie ben jij en wat doe je? Ja, nou, ik ben Dr. Rom. Rapper, singer, songwriter, producer en all-around entertainer. Ik ben 25 jaar oud. Ik kom uit Sint Maarten en ik hou van muziek en alles wat heeft te maken met muziek. Dus jongeren inspireren, workshops geven, optreden. Ja, ik hou heel erg van optreden. Okay. Je weet toch, gewoon lekker muziek maken en gewoon vrolijk zijn en een feestje bouwen. Want je weet, ain't no party unless Dr. Rum's at your party. Ja, zeker. Dat hebben we ook gemerkt. Zeker. Nou, je geeft net ook aan, je komt van Sint Maarten. Ja, ik ben in Sint Maarten geboren. Ik ben op mijn 19e hier gekomen. Puur om alleen muziek te maken. Ja. Dus ik had gewoon een droom om gewoon muziek te doen. Maar ik wou wel meer weten over de muziek. Dus ik wou meer weten van hoe zitten een beat in elkaar? Hoe zitten die akkoorden? Wat moet gebeuren, weet je? Ja. Want ik maakte alles uit mijn gevoel. Dus alleen van, ja, ik hoor een beat. Oké, ik ga gewoon er een droppen. Of ik wist niet van hoe je... Weet je, gewoon een goede tekst kunnen schrijven. Ik schrijf gewoon dingen van mezelf of van dingen die ik heb meegemaakt. Dat is altijd leuk, maar je weet toch, die kennis. Je weet, ik vind dat kennis heel belangrijk is en vooral voor artiesten. Ja. Dus hoe zit muziek in elkaar en hoe zit die business ook, weet je? Dat is heel belangrijk, vind ik. Ja, zeker. Sowieso, maar hoe ben je erachter gekomen dat je talent hebt? Nou, ja, ik hou gewoon van muziek. Ik hou gewoon van toen ik klein was, hou ik ook van dansen en zo. Bij carnaval en zo ging ik dansen met die vrouwen en zo. maar ja, ik weet niet, man. Ik voelde altijd dat ik gewoon iets in me had van, weet je, dat ik iets kunnen gewoon betekenen voor de muziekwereld of gewoon voor de wereld. En op een gegeven moment begon ik een groep met mijn broer en samen met een andere vriend. En we begonnen gewoon muziek te schrijven en... Ik voelde gewoon iets in me dat ja, ik weet niet, zo een spark, weet je? En ik voelde gewoon van, maybe I'm that one special person, weet je? Vaak zeg je van, ik wil een muzikant of een rapper worden of zo, want eerst wou ik alleen maar een rapper worden. Yeah. En veel mensen gaan zeggen van, ja, maar waarom dan? Je is zoveel duizenden en het gaat je niet lukken, maar ik dacht gewoon de omgekeerd. Gewoon van, ja, misschien ben ik die één van die miljoen die gaat hem maken. Ja. Dus voor mij was dat die motivatie. Oké. Goeie motto. Dat houdt je ook sterk in. Ja, nee, sowieso. En kijk, mijn moeder geloofde ook in die tijd niet. Dus dat was ook een motivatie voor mij. Mm-hmm. Dat ik ga haar gewoon overtuigen. Dus zij is een van mijn grootste fans, mijn grootste supporters. Dus... Ja. Oké, dat is mooi om te horen, maar zeker. Ja, wat doet muziek zelf met jou dan? Dat is echt niet om te beschrijven. Het is echt, music is my life, weet je. Music houdt me gewoon blij. Muziek, ja, ik ben gewoon mijn muziek, weet je. En ik ben gewoon blij dat ik nu, want ik heb in juni heb ik een muziekopleiding. Die muziekopleiding die ik ben hier naar Nederland gekomen, heb ik hem afgemaakt. Oké. En... ik ben gewoon blij dat ik kan gewoon van muziek leven, weet je. Dat ik gewoon elke dag kan opstaan en muziek maken. En ja, dat is voor mij the way of life. Oké, dat is goed om te horen. Ja, zeker. Waar heb je de opleiding gevolgd? Albeda, muzikant en producer in Roon. Okay. Hier zelf in Rotterdam. Ja. En is een 4-jaar opleiding. Nu volgens mij is hij wel 3 jaar, maar je mag hem nog steeds in 4 jaar doen. Ik mocht hem ook in mijn tijd 3 jaar doen, maar ik vond hem zo leuk. Okay. Ik heb hem gewoon 4 jaar lang gewoon. Ja, maar ik had gewoon extra jaren aangevraagd om gewoon daar te zitten en gewoon te genieten van die dingen die daar zijn. Studio's en die muzikanten en die docenten, heel goede docenten. Ja. Weet je? En ja, je moet gewoon take advantage of the opportunities you have. Zeker. Blijk maar waar je nu bent in principe. Ja, precies. En door die school is al die dingen gewoon op mijn pad gekomen. Ja. Dus
Ja, ik ben gewoon... Hoe waren je ervaringen daarin dan? Op school bedoel je? Ja, het was heel tof, man. Het was heel tof. Dus het was ook een heel grappige manier hoe ik daar op school was gekomen. Dus ik was hier in, volgens mij, 2010. 2010 was ik hier gekomen naar Nederland. Van Sint Maarten. En dus ik was te laat voor die audities. Mm-hmm. Dus ik was een paar maanden te laat. Ik moest audities doen en ik had hem niet gered. En dus ik had een bouwkundeopleiding gedaan, want ik heb mijn bouwkundediploma van Sint Maarten. Ja. Dus ik heb 1 jaar bouwkunde gedaan en toen mocht ik weer meedoen aan die audities. Dus ik heb die audities gedaan, maar in die tijd van, ja, dus na die audities heb je een bootcamp en na die bootcamp, dan hoor je als je doorgaat. Maar in die tijd van die bootcamp had ik een bustour. Mm-hmm. Dus ik had een optreden in Arnhem. Dus ik had een hele lange optreden die avond daarvoor, die bootcamp. Ja. En ik was echt 3 uren lang gewoon, ja, drie uur te laat. Dus weet je, ik vond van, ja, en toen hoorde ik van, ja, weet je, tijd is tijd. En weet je, er zijn andere mensen die daar heel vroeger dan jou zijn. Dus je weet toch, helaas kun je niet meedoen. Dus ik dacht van, fuck. Okay, ja. Ik ben helemaal hier naar Nederland gekomen. Wat ga ik nu doen? Ik ga echt niet andere jaren in die bouwkunde school doen. Ja. Dus ze had me aangeboden aan een... om mee te doen aan summer school. Ja. Roots summer school. Dus ik heb meegedaan aan die summer school. En ik dacht van, hé, ik ga ze gewoon laten zien dat ik heel dedicated ben. Dus ik was daar gewoon 1,5 uur vroeg. Gewoon elke dag voor die bootcamp. Ik was zelfs daar voor die docent die moest die ruimtes openmaken. Okay. Dus we hadden een soort van competitie van wie gaat er eerder zijn vandaag. En ik was elke keer die winnaar. Okay. En uiteindelijk hadden ze mij gezegd van, waarom ben je niet aangenomen bij die school? Ik zei van, ja, ik was te laat en zo. Zei, maar hoezo was je te laat, maar elke dag ben je gewoon hier vroeg? Yeah. Ik zei van, ja, kijk, het was door een bustour. Ik had een optreden, ik heb me uitgeslapen. En ze dachten van, oké, ik ga je weer een interview geven bij die school. Yeah. En toen had ik een interview met een docent van die school. En ja, toen mocht ik... wel op die school zitten. Oké. Weet je? En dan vandaar heb ik naar Duitsland gegaan. Heb ik mijn eerste videoclip voor mijn mixtape, I Look Good. Heb ik daar opgenomen. Zijn hele andere dingen. Ja, het is gewoon echt vet hoe alles is gelopen. Dus uiteindelijk, everything happened what's supposed to happen. Ja. Dat is wel een goed voorbeeld van doorzettingsvermogen. Ja, man. Echt. Echt. Ja. En... nou, wat ik, nou, ik zeg je eerlijk, ik volg je al een hele tijd, sinds ik jou zelf ken, want we hebben zelf deelgenomen aan een aantal talentenjacht, om het zo te zeggen. Precies. En zo hebben we elkaar leren kennen. Alleen, ik weet van jou dat je nog steeds bezig bent met een talentenjacht, de Music Matters Award. Music Matters Awards, ja. Ik heb drie jaar geleden heb ik meegedaan. Ja. En ik voelde zelf dat ik niet klaar voor was, maar ja, ik ben gewoon een soldier, weet je. Ik ga gewoon doen, weet je. En gewoon alle pak al die opportunities. Take every opportunity that comes your way. Zeker. En dus nu, ik voel van, ja, nu heb ik wel veel dingen gedaan. Ik werk nu ook samen met de stichting Young in Prison. Mm-hmm. Dus we geven workshops in jeugdgevangenissen. Oké. Okay. En ook op basisschool geef ik workshops en middelbare scholen. En ik geef zelf privélessen aan jongeren en zo. Ja. Dus ik vind zelf van, ik voel me wel al een ambassadeur. Dus ik wil gewoon officieel nu ambassadeur van Rotterdam worden. Yeah. En ik heb ook fonds nodig en ik wil gewoon dingen voor mensen doen. Dus ik dacht van, ik ga gewoon nog een keer proberen. Yeah. Maar met een andere act. Dus eerst was ik gewoon als rapper gekomen en gewoon met een bandje, laat die bandje lopen. Mm-hmm. Ik had toen alleen een gitarist meegenomen. Yeah. En, maar dat was verder gewoon alles. En nu voelde ik van, ik ben gewoon de party guy. Yeah. Ain't no party unless Dr. Rum's at your party. En ik doe al deze andere dingen, workshops geven. Ik voel me al een ambassadeur, ook voor Sint Maarten. Mensen die komen uit Sint Maarten, weet je, die denken zo klein. Yeah. En kijk, nu, ik zat gewoon elke dag in de krant, weet je. En dat vond ik heel dope. En mensen kijken naar me toe op. En dus ik voelde van, ik moet hem wel nog een keer proberen, maar wel gewoon alles inzetten nu. Gewoon let everything be seen and it's all of nothing right now. Okay. Dus vandaar. Dus wij kunnen verwachten dat jij dit jaar de award gaat winnen. Hey. I ain't no fortune teller, but we about to see. Oké, nou, ik ben benieuwd en ik zal je sowieso blijven volgen. Ja. Nu het volgende. The Voice of Holland. Dat is iets wat...
Wat mijzelf erg geïnspireerd heeft als persoon. Ja. Ik heb je zien deelnemen eraan. En toen ik jou op televisie zag, heb ik gezien hoeveel energie jij op stage bent. Kan je me een beetje je ervaring in delen? Hoe was het om deel te nemen aan The Voice of Holland? Dat was echt een van de beste momenten hier in Nederland. Naast mijn school afmaken en wat ik heb geleerd op school. Ja. Maar dat was echt een van mijn beste momenten. Ik kan hem echt niet in woorden beschrijven, maar ik ga hem een beetje voor jou beschrijven. Kijk, als een rapper... Mm-hmm. Zou je nooit mee aan doen aan The Voice of Holland. Is heel moeilijk. Klopt. Maar ik dacht van, kijk, ik moet dit gewoon doen. Iemand had me gevraagd van, wil je het doen? Ik dacht van, ik wil hem echt niet doen. Ja. En op een gegeven moment, het blijft op een of andere manier gewoon terug naar me komen, weet je. Dus ik dacht van, dit is gewoon een seintje. Dit is gewoon een sein en ik moet hem gewoon doen. Ja. En, maar ook voor die rappers. Weet je, want ik noem mezelf nu niet alleen een rapper, ik noem mezelf een entertainer. Mm-hmm. Dus ik ben een all-around entertainer. Maar voor die rappers, weet je, is we hebben bijna een kleine wereld. Echt een kleine wereldje dat je zo. Ja, je kan echt niet zoveel dingen doen. Klopt. Dus ik dacht van, ik moet dit gewoon doen. En ik ga gewoon echt de doopste optreden van mijn leven geven. Yeah. Gewoon, ik ga Nederlands laten zien wie Dr. Rum is, maar ook van wat entertainers of rappers kunnen ook betekenen voor de muziekindustrie hier. Yeah. Dus ik dacht van, ik ga gewoon echt een dope optreden geven en maakt niet uit wat gebeurt. Klopt, je barst er wel enorm van de energie ja, bij precies, elk optreden. Dat precies, was, dus, voor mij, zien, ja. Dus voor mij was het niet van, ik moet winnen of ze moet draaien. Nee. Dat is voor mij helemaal niet de bedoeling. Voor mij was het, ik ga gewoon echt een dope optreden, de doopste optreden geven. En daarbij krijg ik wel meer kansen, krijg ik meer shows. Ja. Mensen gaan zien wie Dr. Rum bent en wat ik kan doen. En dus vandaar, ik dacht gewoon van, dit is gewoon, ja, ik was gewoon geïnspireerd om het te doen ook. Okay. En ik dacht van, oké, als ik wel mee ga doen, ga ik wel voor Ali Bekis als hij draait. Ja. Want we kunnen wel connecten. Jawel. Dus ik dacht van, ja. Gewoon doen, man. Doen en weet je, veel mensen zouden denken van niet doen, maar ik zeg gewoon graag doe. Oké. Doe, man. Wees niet bang, gewoon doe. Gewoon doen, hè? Ja, gewoon doen, man. Oké. Vond je het niet vervelend dat je later samen moest werken met April? Nee, man. Nee, ik vond het echt niet erg. Kijk, voor mij was mijn doel al geslaagd toen er waren twee stoelen gedraaid voor mij. Ja. Dat was al... Mijn doel was al geslaagd. Ali B meteen al. Gewoon de gelijk. Eerste, ik dacht eerste van, oké, we gonna do this. En toen ik bij de battles ging, had ik ook die mindset van, kijk, als het nu gebeurt, dat ik naar huis ga ik gewoon naar huis met with my head up. Yeah. Weet je, gewoon blij dat ik gewoon dit kans had gekregen als een rapper. Om mee te doen aan The Voice of Holland, gewoon nationale Nederlandse tv. Yeah. Kijk. Een small island boy. Kom maar uit Sint Maarten. Dat is 37 square miles. Weet je. Wij soort mensen. Wij krijgen die kansen niet. Weet je. Dus voor mij was het van. Oké. Als ik naar huis moet gaan voor de battles. Is ook cool. Weet je. En uiteindelijk had Ali B die keuze gegeven aan April. Als ze mij wou meenemen. En ze had ja gezegd. Dus ik dacht van. Kijk. Is gewoon science. Ja, zeker. Is gewoon science. Weet je. Ik moest dit gewoon doen. En toen mocht ik dat doen. Toen mocht ik naar de live shows. Samen met April dacht ik van, oké, wij gaan gewoon elke show. Ik zelf ga gewoon genieten van elke show. Sowieso. Ja, weet je, want het gaat niet om het te winnen. Het gaat gewoon om mensen te inspireren. En gewoon doen wat je van houdt. En laat die blijheid aan mensen zien. Weet je, dus voor mij was dat gewoon, die doel was al geslaagd. Oké. Dan gaan we even naar het begin weer van The Voice. Je auditie. Op het moment toen Ali B de stoel draaide voor jou. Wat gebeurde met jouzelf? Een hele grote explosie in mijn body. Ja, okay. Een explosie in mijn lichaam, echt. Want je ziet het ook. Als je terugkijkt, als mensen terug gaan kijken op The Voice... op YouTube, Dr. Rum, Blind Audition. Als je terugkijkt, je ziet op het moment die Ali B drukte, je ziet dat ik ga naar hem wijzen zo. En dan begin ik te springen. Dan begin ik die energie te geven, weet je? Want het is gewoon van, ja, het gaat nu gebeuren. Is gewoon, mijn doel is gewoon geslaagd. Krijg je nog meer adrenaline van? Ja, ik had alle adrenaline. Hey, ik zeg je eerlijk, voordat ik moest op die podium, ik zei tegen een van die regisseurs of die redactiemensen, zei ik van, hey, ik moet plassen.
Dus ik had 2 keer al geplast. Okay. En toen, 1 minuut of zo, toen ik moest optreden, ik zei weer van, hey yo, ik moet weer plassen. Hij zei, sorry hoor, Dr. Rum, dat gaat niet werken. Het is gewoon de zenuw die je daar... Ja, het is echt die zenuw. Okay. Maar je zou denken van, oh, daarom was hij aan het springen. Nee, het was gewoon van energie. Van energie, gewoon blijheid en gewoon van genieten. Weet je, elke optreden, ik geniet gewoon van elke optreden, net als het mijn laatste is. Okay, dat is heel mooi om te horen. Het gehele proces die je eigenlijk bij The Voice hebt ondergaan vanaf jouw audities. Heb je met Ali B samengewerkt? Ja, alles hadden we, April en ik. April en ik hadden we samen gepraat of gecommuniceerd met Ali. Mm-hmm. Maar dat ervaring, dat leer je nergens. Mm-hmm. Weet je, is gewoon op die moment en wat je van maakt ook, weet je. Ja, is wat je van die moment maakt, weet je. Als je de hele tijd bezig van ik moet winnen, dan mis je die hele leerproces. Mm-hmm. Want het is echt een leerproces. En daar heb ik echt ik heb gewoon daar echt geleerd hoe je een professioneel op beeld moet zijn en professioneel moet schoon zijn. Okay, weet je, okay. En hoe je voor een camera moet staan, maar ook gewoon om op te treden voor een hele grote publiek. Ja. Weet je? Ja, en dat is gewoon, ik zeg je eerlijk, dat is gewoon een van die beste momenten van mijn leven hier in Nederland. Want je bent bezig met zoveel dingen. Je krijgt te horen, in een week moet je een nummer leren. En dan moet je ook kijken naar die camera's. Kijken naar die andere camera's. Ja, dan moet je ook opletten van waar staat je partner. In mijn geval dan. Waar staat je partner? Of waar staat die mensen? Of hoe ga je dit doen? Of waar moet je staan? Of wat moet je zeggen? Of weet je, is echt heel veel dingen. En daar leer je zoveel van. Weet je? En je moet gewoon ook rustig blijven in die moment ook. Ja. Het zijn heel veel meer dingen dan dat de standaard mensen denken in principe, ja, toch? Ja, je zou denken dat is gewoon lights, camera, action en optreden. Maar nee, zo dat is niet het geval. Nee. Je moet echt goed denken van wat ga je doen. En ik zat ook elke dag bezig met hoe mijn gezicht eruit ziet in de spiegel en zo. Even te checken van hoe zit het en weet je hoe ik eruit ziet. Of, je weet toch? En... dus het is een hele andere ding, maar je moet altijd aanhouden om gewoon te genieten. Ja. Geniet van de moment, weet je. Ook al denken mensen dat het heel groot is of heel klein is, gewoon geniet van het moment. Net als nu. Geniet van dit moment ook, weet je. Ja, net als het zeker. Mijn laatste is, weet je. Want je weet nooit wat gaat gebeuren. Zeer zeker. Goeie inspirerende bewoording. Ja, precies. Klopt. En ik ken Ali B zelf van Almere. Ik heb hem, we zijn een beetje in dezelfde wijk opgegroeid en ik heb hem ook wel een beetje zien groeien als bekende artiest. Hoe waren jouw samenwerking met hem eigenlijk? Hoe ervaar je dat? Ja, hij is wel flex, maar hij is bijna een soort van mannelijke Anouk. En Anouk is best klein, hè? Ja. Dus je weet zelf. Ja. Maar hij is heel chill. Hij is heel chill. Hij is echt een hele goede iemand. Hij heeft een grote hart ook, weet je. En hij gun je ook. Maar hij is wel streng. Hij zegt je gewoon straight up what it is. Okay. Hij kleurt niks voor je en zegt van, oh ja. Als het niet goed is, ga je het gewoon zeggen van, hey, die is gewoon whack. Okay. Weet je? Ja. Maar ik vind dat als muzikant en ook als je meedoet aan The Voice, weet je, heb je dat nodig. Ja, is er zeker. Want ik zag ook vorige week toen Anouk ging zo'n meisje iets zeggen en ze ging huilen en zo, toen ging iedereen reageren. Maar kijk, als je mee gaat doen aan zo'n programma, moet je ook verwachten dat mensen gaat hard zijn. Ja, is er zeker. Weet je, want die wereld is gewoon hard. Ja, zeker. Niet iedereen gaat zo blij naar je reageren en zeggen, oh, je bent zo... Sommige mensen gaan, als je bij mijn blind edition die comments gaat lezen, zie je gewoon, mensen gaat echt lelijke dingen zeggen tegen jou. Weet zeker. Je, en dat is gewoon die wereld. Die wereld is gewoon hard. Mm-hmm. Weet je, en kijk, als je coach kan hard tegen je zijn, maar ook van zijn hart zeggen en gewoon eerlijk tegen je zeggen, waarom moet je boos zijn? Of waarom moet je, weet je, ik vind van gewoon eerlijk is eerlijk. Zo leer je het wel het beste in de dag. Ja, weet je, want als jij gaat nu rappen en ik vind van, ja, je bent niet zo goed, maar ik ga zeggen, hé, je hebt veel potentie. Ik ben gewoon aan het liegen. Ja. Dan ga je voor een paar duizenden mensen het doen en die mensen gaan zeggen, boe. Ja, dan sta je pas echt voor de lul. Ja, dan sta je voor de lul. Ga je dan huilen en je zegt van, maar mijn coach heeft me gezegd dat ik heb echt veel potentie. Nee, dat moet je echt niet doen.
Klopt, moet je klopt. Echt niet doen. Gewoon echt gewoon eerlijk zijn. Eerlijk zijn. En ook eerlijk tegen jezelf zijn. Ja, ja. Weet ja, je? Ja, ja. Echt. Eerlijk tegen jezelf zijn. Oké, okay, oké. Okay. En nu wat ik heb gemerkt is Neda. Neda is jouw vrouw. Ja. En ja. Ik zal je eerlijk zeggen wat mijn mening is. Ik vind jullie echt gewoon een super koppel samen. Dankjewel, man. En ja, als ik jullie bezig zie, het inspireert mijzelf echt gewoon als persoon, weet je. Ja. Dankjewel. Tevens doet zij nu ook mee aan The Voice of Holland. Hoe is zij op wat idee gekomen? Heb jij haar gemotiveerd? Of, ja, of? Kijk, we motiveren elkaar. Weet je, we motiveren elkaar. En ja, mensen hadden haar gewoon jarenlang gevraagd om mee te doen, maar ze vond het zelf niet de tijd. Okay. En vorig jaar had ze kunnen gewoon meelopen met mij en kon gewoon alles achter die schermen gezien. Ze hebben zelf naar de studio samen met mij naar Ali B, met Ali B gegaan. Ze was gewoon daar de hele tijd, dus ze heeft gezien van hoe het zit en wat werkt en wat werkt niet. Dus op een gegeven moment heb ik haar gewoon gevraagd van... Wil je het echt niet doen of zo? Ik vind van, je moet hem wel gewoon doen. En na een tijdje had ze zelf besloten van... Hey, ik ga hem wel doen. En ik was heel blij, weet je. Want ja, ze had het gewoon meegemaakt het jaar daarvoor. Dus waarom niet? Klopt. Weet je? Maar ze vond Anouk echt een super coach. Mm-hmm. Dus vandaar dacht ze van, ja, ik ga wel meedoen. Alleen voor Anouk. Oké. Dokterum, we zitten beperkt in tijd. Oké, geen probleem. Dus zou ik kunnen vragen, zou je voor ons een nummer kunnen zingen? Ja, ik heb laatst wel een nummer geremixed van Jay Little Kleine en ik weet het niet meer, maar die nummer heet... Dio volgens mij, ja? Ja, Dio. Ja, Dio. We zijn hier. Ik heb hem geremixed. Ik heb hem zelf genomen We In Here. Mm-hmm. Een Engelse versie, want vaak heb je die Nederlandse mensen die gaat Engels nummers remixen. Ik heb het anders gedaan. Okay. Een Engelstalige jongen die gaat een Nederlandstalige nummer remixen. Remixen. Ik zou die wel heel graag aan jullie willen laten horen, want die is de eerste single van mijn mixtape. Okay, dus als ik hier gewoon hem wel kunnen doen, zou het wel flex zijn. Is zeker. Ik zou zeggen, start het podium, staat klaar voor jou. Oké, nou bedankt New Generation om Dr. Rom hier te hebben. En jij ook veel succes met de rest van jullie afleveringen. Zeer zeker, dank je wel man. Bedankt man. Yes man. Remco. Ja Chris, hier zitten we dan weer. Klopt, het was een mooi verhaal. Ja, inspireert mijzelf ook. Jij ook. Voor de toekomst in principe. Zeker. Ook de jongeren denk ik, want het is best wel een goed rolmodel. Precies. En een goed artiest, dus laat hem maar zijn ding doen. Susie. Yeah. Remix. Represent where you're from. The rich. T-Wavy. 1721. Huh? Hangover. Represent where you're from. Hangover. 1721. The deep. We in here. On the guest list and some of the finest in here. Drinking rum, living reckless in here. Vodka ice, feeling nice in here. In here. Team wavy in here. I say, oh, we in here. Ain't no party unless rum in here. We got wavy juice all up in here. Tell them man I'm not stressing in here. Oh, we in here. Ain't no party unless rum in here. We got wavy juice all up in here. Tell them man I'm not stressing in here. No stressing in here. No stressing in here. We came to party in here, okay. Grab a girl and a beer, hey. Hit the dance floor, grab a chair. Ain't no fighting in here, woo. Ain't no scheming in here, ain't no scheming in here. Throw your hands in the air, throw your hands in the air. Yo. Be a man like to turn up the jam. Drinks in we hand and walk up on a girl. Oh, Caribbean man like to turn up the jam. Walk up on a girl and drinks in we hand, yeah. On the guest list and some of the finest in here. Drinking rum, living reckless in here, yeah. Vodka ice, feeling nice in here. Okay, team wavy in here. Oh, we in here. Ain't no party unless rum in here. We got wavy juice all up in here. Tell them I'm never stressing in here. Oh, we in here. Ain't no party unless rum in here. We got wavy juice all up in here. Tell them I'm never stressing in here. No stressing in here. I'm in here. Woo. We got the ZZ in here. Henny up in here. We sweating in here. Cause we bring the sun up in here. Up in here. Except ain't no violence in here. Okay. Caribbean man like to turn up the jam. Yeah.
drinks in we hand. Yeah. Walk up on a gallo Caribbean man like to turn up the jam. Okay, now walk drinks in it. Yeah, yeah, yeah. Drinks in we hand. Uh-huh. And the guests listen. And some of the finest in here. Nah, 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 nah. Drinking rum. Okay. Living reckless in here. We live the life we want. Guys feeling nice in here. Huh, 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 huh. Ain't nobody else rumming here. Ain't no wavy juice all up in here. Okay. Let my name no stressing in here. Oh, we in here. Ain't nobody else rumming here. Rumming here. Ain't no wavy juice all up in here. Up in here. Let my name no stressing in here. Hard my guys work. Hard work. Represent where you're from. Work. Hard work. Hard my guys work. Hard work. Represent where you're from. Work. 1721. Hard work. Turkey, Dr. Rum. Boom, 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 boom. Nice man, nice, nice, nice. Geweldige energie man. Dr. Rum, bedankt voor jouw komst. Bedankt man. Netjes man. Thanks man. Respect. Nice, nice, nice. Dan mensen, de volgende keer. Peace.